De Alfa-man, De Alfa-man, De Alfa-man presenteert. Van den Vos Reinaarden. Aan het Hof van Koning Nobel klagen alle dieren over Reinaard de Vos. Grimbeert de Das verdedigt Reinaard nog, totdat Kante de Haan een dode kip laat zien. Koning Nobel luistert naar zijn woedende onderdanen en daagt Reinaard voor het Hof. Brun de Berg moet Reinaard halen, maar loopt in de val als hij verleid wordt door honing. Hij krijgt een pak slaag en ontkomt ter nauwe nood via de rivier. Tibert de Kat mag het nu proberen, maar ook hij trapt in de vos zijn streken. In een schuur vindt de kat geen vette muizen, maar de pastoor en zijn vrouw. Afgeranseld en aan één oog blind, keert hij terug naar Nobel. Grimbert de Das is nu aan de beurt. Wonderbaarlijk genoeg lukt het de Das. Reinhard wil zelfs al zijn zonden opbichten. Het ziet er niet best uit voor de vos. Enkele dieren zijn de galg voor Reinaard aan het optuigen, maar dan komt de vos met een onwaarschijnlijk verhaal aanzetten. Hij heeft namelijk een moordaanslag voorkomen. Al Reinaards vijanden zitten in het complot. Dat de koning nog leeft, komt doordat Reinaard een schat heeft gestolen. De koning gelooft de vos. Reinaards vijanden worden opgesloten en Reinaard gaat vrijuit, in ruil voor de schat. Helaas kan Reinaard deze niet zelf halen, hij moet namelijk op pelgrimstocht. Voor zijn vertrek naar Rome gaat hij langs huis samen met Kuwaard de Haas en Berlien de Ram. In zijn vossenhol vermoordt hij Kuwaard en stuurt de kop in een tas naar Nobel. Als koning Nobel de tas opent, beseft hij dat hij bedonderd is door Reinaard. Plots is daar uit het niets Vira Peel het luipaard. Die sticht vrede tussen koning Nobel en de gevangen genomen dieren. En Reinaard? Die is hem gesmeerd. Alleen Reinaard is blij. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in: Het Middeleeuws Rechtssysteem, Dierenmishandeling en Vossenjacht.